Welke taxateur mag mijn investeringspand taxeren? Waar je rekening mee moet houden bij een eigen woninghypotheek, dat heel veel taxateurs mogen taxeren. Maar bij commercieel vastgoed werkt het zo dat er een waarde in verhuurde staat achterhaald moet worden. En elke geldverstrekker heeft wel een eigen schabloon met vragen die beantwoord moeten worden door zo'n taxateur. Dus je moet goed weten bij welke geldverstrekker je de hypotheek gaat aanvragen voordat je een taxatierapport laat uitwerken. Je kan wel al vragen aan zo'n taxateur om naar de woning toe te gaan en te bekijken wat de waarde in verhuurde staat gaat worden, zodat je wel alvast een hypotheekberekening zou kunnen maken. Dus niet alle geldverstrekkers werken ook met alle taxateurs. Er zijn maar een beperkt aantal taxateurs en op website van de geldverstrekkers wordt dan kenbaar gemaakt met welke ze samenwerken. Dus wat je zou kunnen doen is met een hypotheekadviseur goed gaan kijken welke taxateur voor welke geldverstrekker mag taxeren. En onder deze video zal ik een aantal kenmerken waar taxateurs aan moeten voldoen over het algemeen. Dan weet je in ieder geval al bij welke taxateurs je meer informatie zou kunnen vragen.